Noordwijk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Horesca Horecavo, de Heren van Noordwijk en Van der Meer Makelaars. Vanmiddag het elftal van de wijk, de talenten van de Noordwijk D1. En zijn het talenten? Jazeker, het zijn talenten. En ze luisteren naar illustere achternamen, zoals daar zijn. Marbus, Van Duin, twee keer. Dan heb ik daar ook nog Reinders, Van den Berg, Kooi, Van Wijk, Van Oostrum, Hoordijk. En dat allemaal onder de inspirerende leiding van trainer Jim Glasberger en de technisch manager Jaap van Oosterum. Oh. Kunnen ze afronden, de mannen? Ja, dat kunnen ze ook. Zo ziet u maar, over een jaar of zes gaan deze mannen spelen om in de selectie van Noordwijk te gaan komen. En dat gaan ze doen met een koninklijke keeper. Maar eerst nog even huppen. Willem Beuk van de D1, de keeper en aanvoerder. Waarom is de D1 een geweldig elftal? Nou ja, we hebben ook een onwijze team spirit. We zijn met z'n allen heel erg leuk en we spelen ook goed op elkaar in. Klinkt goed. En vandaag hebben jullie tegen Voorrotten gespeeld. En met welk resultaat? 2-2. En jullie staan in de KNVB-beker bovenaan de pool? Ja. En in de competitie hebben jullie gewoon inspiraties om kampioen te worden? Ja, tot nu toe wel. Het gaat goed. Bij mij staat Abe Zandberger. En jij speelt in? De E-team. En hoe ging het vandaag? We hebben 9-1 verloren, maar ik maakte wel het enige doelpunt. En vandaag hebben we welke wedstrijd van Noordwijk 1? Barendrecht tegen Noordwijk. Dames en heren, heeft u met hartelijk applaus de pupil van de week, Abe Zandberger. Hopelijk volgen er vandaag nog meer van de rood-witte tegen de in het blauw gestoken mannen van Barendrecht. En is het gelijk Akerboom die de toon zet door Richard flink aan te pakken. En is het Brian Brokken op de linksbackpositie die hij goed inzet richting Mo Fauzi. Hij baalt zelf ook. Mo, hij wil graag scoren. Hij is de enige spits vandaag bij Noordwijk. En daar is de Stefano Gonsalves. Geen richting aan dat schot. Maar Noordwijk laat wel zijn tanden zien de eerste minuten van deze wedstrijd. Noordwijk met een vijftal middenvelders achter Mo Fauzi, waarbij Maurits Splinter het meest moet opduiken in de buurt van Fauzi, die de voorkeur krijgt boven Emiel Wendt vandaag van trainer bij Noordwijk, Robert de Ruiter. Barendrecht speelt vanuit een gesloten verdediging en Noordwijk doet dat ook. Dus wat voor schaakspel kunnen wij vandaag verwachten? Het is daar een diepe bal richting Marvin Richard en Mustaf Amerzin die treedt daar goed handelend op. Daar de harde kern van Barendrecht en Mark Segers richting Aarts, de laatste man bij Barendrecht. Het gaat allemaal in een wat gezapig tempo. Joey Jongman, de meest defensieve middenvelder bij Barendrecht. De scheidsrechter vandaag, de heer Van der Helder. Dan is het een mooi steekballetje. En daar verrast Esaias, want die staat daar vrij tussen Wissel Akerboom en Bob Hoogkamer. Nog niet goed ingespeeld daar die verdediging van Noordwijk op de bewegelijke Esaias. Hij neemt hem nauwkeurig aan met rechts en met links en schiet hem met rechts in. Maar hij krijgt daar wel te veel ruimte van de Noordwijk-verdedigers. Noordwijk weer op achterstand en dat is geen prettig vooruitzicht tegen een ploeg zoals Barendrecht. Bob Hoogkamer stond centraal achterin. Manaputi aan de rechterkant probeert te combineren met Stefano Gonsalves. Daar is het een combinatie en met een gelukje komt hij bij Gonsalves terecht weer. En die brengt hem daarin, maar de verdedigers van Barendrecht zorgen daar voor opruiming. Het is Van Gastel. Alleen Bob Hoogkamer kruipt daar goed voor zijn man, Esaias. En is het weer Gonsalves richting Richard Blonk. Van een metertje of 18, maar hij pegelt hem over. En we zien daar Maurice Langstraat inmiddels in het doel staan bij Barendrecht. Segers moest geblesseerd het veld verlaten. Kai van Hezen, als linker middenvelder geposeerd. Had hij nog niet vaak gedaan, zei hij. Maar oefening baart kunst. En daar is het Splinter die de bal voorgeeft
Alleen de aanvoerder van Barendrecht zorgt daar voor opruiming in eerste instantie. Maar het gevaar is nog niet geweken. Maar Maurice Langstraat weet hem uiteindelijk te keren. En dan is het Noordwijk weer. Een inworp, een verre inworp. En die hoort dan op het hoofd van Akerboom te komen. Maar dat lukt niet. Maar Noordwijk blijft in balbezit. De eerste helft was er te weinig actie voor de doelen. Maar Barendrecht staat wel met 1-0 voor. En op slag voor rust een verkeerde breedtebal van Kai van Hezen. En is het Isaias. Alleen Isaias zoekt het breed. En dan is het jongman die daar Richard weet te bereiken. En daar komt Danny Monster. En Danny Monster die heeft een goed linkerbeen. Maar Noordwijk heeft een hele goede keeper. En die weet daar twee keer te keren. En Mane Poetie die ruimt daarop. Inmiddels zijn we in de tweede helft. En heeft Noordwijk gewisseld. Stefan Mertens in de ploeg voor Mane Poetie. Dus Noordwijk gaat ietsje offensiever proberen te spelen. En daar zien we Blonk die een forse overtreding maakt. En die mag niet mopperen dat hij daar slechts een gele kaart voor krijgt. Noordwijk dan in de hoek daar. Mo Fauzi. Een hoge bal. We zijn hem even kwijt, maar dan is hij weer. En dan is het uiteindelijk Stefan Mertens. En die kijkt goed en die ziet de vrijstaande Kai van Hezen. Kai van Hezen maakt gelijkmaker voor Noordwijk. 1 tegen 1. Een handig balletje dan van Blonk. Die speelt Mertens goed vrij. En Mertens ziet daar Kai van Hezen al lopen. En met zijn rechter. En hij zit er gewoon lekker in. Zijn eerste doelpunt in de topklasse dit seizoen voor Noordwijk. Kai van Hezen. En Barendrecht dan. Gelijk daarop volgend. Is het Bob Vermunt. Die loopt daar goed weg. En die krijgt daar een eigenlijk niet te missen kans. Maar hij mist hem wel. Noordwijk komt met de schrik vrij. Anders was die gelijkmaker alweer gelijk teniet gedaan. Dan krijgen we een hoekschop met veel beweging voorin daar door de Noordwijk mensen. En Kai van Hezen, nee, het is Diederik Hogewaard die daar de hoek in gaat. En Bob Vermunt die schermt hem daar goed af. En hij kan ook niks verder produceren dan een slap voorzetje. En Kai van Hezen, op de Achillespezen. Een forse overtreding. Kai van Hezen, dat heb je niet nodig. Zeker niet op die plek in het veld. Ook hier een gele kaart. Het had een onsje meer mogen zijn, zeker voor de Barendrecht aanhang. Bijenbrokken, die speelt hem daar terug richting Mustaf Amerzin. Noordwijk, de eerste wedstrijd van de competitie, wat aanvallender ingesteld. Maar dat resulteerde in de eerste drie wedstrijden in 14 tegentreffers. Ja, dus Noordwijk heeft de bakens wat moeten verzetten, speelt wat behoudener. Maar het laatste half uur van deze wedstrijd doen ze er alles aan. Maar een foute bal van Mo Fauzi brengt Jo Jongman in stelling. Die speelt hem richting Isaias. En Isaias die wordt daar goed in de weg gelopen door Brian Brokken. En Moestel van Amazien maakt zich boos op Mo Fauzi. Zo van Mo, kijk even om je heen. Verspeel die bal niet op zo'n cruciale positie. Moraes dan, een lange bal. Richting Richard. Richard die werd fel op de huid gezeten deze wedstrijd en raakte langzaam maar zeker geïrriteerd. Hier krijgt hij wel een vrije schop mee. Nee, dus Noordwijk heeft ervoor gekozen om met één spits te spelen de laatste wedstrijden. En meer middenvelders eromheen voor loopvermogen. En dat betaalt zich in ieder geval uit in het aantal tegendoelpunten. Want de laatste drie wedstrijden hebben ze puntjes weten te halen en weinig doelpunten tegengekregen. Dus ja, in die zin betaalt de tactiek zich uit. Maar nu even de vrije schop. Die gaat genomen worden. Het muurtje staat op zo'n meter of 9 op de rand van de 16. En wordt het van Gastel of wordt het Jongman? Een links of een rechtsbener? Het wordt Jongman, maar hij wordt door de Noordwijk verdediger aangeraakt. En we krijgen een hoekschop die dan wel door van Gastel gaat worden genomen. Nou, de mannen van de Berg, de trainer van Barendrecht, hebben de eerste drie wedstrijden gewonnen in de competitie en ook al drie verloren. Dus vorig jaar waren die keurig netjes tweede in de eindklassering. En dit seizoen gaat het ze niet helemaal zoals ze graag willen. Richard, hij kan er niet veel mee doen. En Salas die speelt weer een keer terug richting Van Gastel. Dan krijg je een hoge bal en is het Emiel Wendt. Maar het is inmiddels buitenspel geconstateerd. Dan krijgen we een verre inworp door Diederik Hogewaard. Emiel Wendt. Die kopt daar goed door, maar Maurice Langstraat weet hem uit de lucht te plukken. Emiel Wendt er ook bij gezet als targetman. Omdat Noordwijk die wil gewoon de eerste thuiswedstrijd graag gaan winnen. Zes wedstrijden achter elkaar nog niet gelukt. Dan gaat dat vandaag lukken. Richard die ligt daar met veel misbaar op de grond. En krijgt een gele kaart van de scheidsrechter. En dat vindt hij maar helemaal niks. Want hij vond dat alle ballen
De scheidsrechter was tegen hem en alle ballen die hij aangespeeld kreeg, werden er overtredingen tegen hem gemaakt. En niet andersom. Maar de scheidsrechter heeft daar een ander idee over. En volgens kenners gaat deze scheidsrechter het nog ver brengen. Maar de Barendrecht supporters zullen er ongetwijfeld anders over denken. We zijn inmiddels richting de blessuretijd. En het is alles of niks. Brian Brokken is inmiddels ook naar voren gedirigeerd door trainer Robert de Ruiter. En daar zien we Emu Wendt die het kopduel in eerste instantie verliest. En Richard die legt hem daar breed richting Moraes. Hij wordt naar voren gepeerd. En Brian Brokken die gaat achter de bal aan. Richard in zijn rug. En niet alleen in zijn rug, ook op zijn enkels. En de scheidsrechter die vindt dat gewoon een tweede gele kaart. Het is misschien wat zwaar. Maar als je een hoop commentaar hebt op de scheidsrechter, dan maak je jezelf niet populair. Het is een wetenschap. En Vermunt heeft er ook nog wel een mening over. En Stanley Huse ook nog. En die worden ook getrakteerd op een gele kaart. Dus vandaag vielen er heel veel kaarten. En weinig doelpunten. 1-1, nog een minuutje te spelen. Bob Hoogkamer terug richting Mustaf Amrazin. En die roeit hem naar voren, maar Joey Jongman staat daar al klaar. En dan is het nogmaals Bob Hoogkamer. Nu mag hij koppen en kan Mustaf Amrazin hem keurig netjes met een dropkick bij Richard Blonk krijgen. En daar op het middenveld is het Gonsalves. Ah! Die haalt daar flink door op Salas. En ook hier is de scheidsrechter onverbiddelijk een gele kaart. En zou het Noordwijk dan gaan lukken? De eerste thuisoverwinning. Blonk die kijkt daar op links. En die ziet Stefan Mertens. Stefan Mertens, een goede invalbeurt. Hopelijk volgende week in Sneker weer voor 90 minuten bij. Diederik Hogewaard pompt er naar voren. En Emu Wendt maakt het de verdediging moeilijk. En daar Maurits Splinter. Maar ja, hij gaat erin. Maurits Splinter maakt daar de treffer 2-1 voor Noordwijk. Het zou de winnende wel eens kunnen zijn. Brian Brokken stond daar lekker in de weg. Waardoor keeper Maurits Langstraat hem niet zag. Kijk, de mooie bal naar voren gepompt. Emu Wendt springt daar goed mee. En daar zie je als een duveltje uit een doosje Splinter met zijn rechter. Hij is tweebenig. En Brian Brokken stapt daar listig over. En daardoor gaat die bal gewoon in de goal. Bijna de 90 minuten vol, eigenlijk de 94 minuten vol. En Noordwijk op 2 tegen 1. Ze hadden er ook het meeste recht op. Ze speelden voor de overwinning. Ze gingen tot het gaatje. En dat moeten ze volgende week in Sneek ook doen. Bob, een gelukkig man. Hartstikke gelukkig, ja. Uit de poorten van de hel. Gezien het tijdsmoment dat je de 2-1 maakt. De eerste helft leek het nergens op, maar de tweede helft kwam er strijdlust in. Ja, we hebben op een gegeven moment ook wel een tactische omzetting gedaan. Nou, dat heb je natuurlijk kunnen zien, dat we Raymond eruit haalden. En in plaats van 4 verdedigers, eigenlijk met 3 verdedigers. Dus een extra aanvaller erin met Mertens. Nou ja, dat resulteerde gelijk in druk. En een prettige 1-1 na een kwartier, ongeveer. Dus ja, dan kon je een half uur lang voortborduren om wellicht die 2-1 te maken. En een rode kaart, ja, dat maakt het allemaal nog extra beladen en spannend en aangenaam. Ja, die grijs krijg ik vandaag niet meer van je gezicht af. Misschien toch nog wel, want in de eerste 10 minuten laat je je toch een soort verrassen door Esaias. Klopt dat? Het was denk ik een eerste communicatiefout tussen Raymond en Stefano. Stefano laat zijn man uit zijn rug vertrekken. Richard, die bij mij stond, die trok richting Ray. Dus je had eigenlijk een man. Stefano volgt niet goed. En uiteindelijk liep Akerboom mee met Esaias. Maar die zat niet kort genoeg, kon draaien en we stonden helemaal open. Dus dat was een hele zure opening, omdat we ervoor eigenlijk ook een tot van de kans kregen. Ja, je weet, de Barendrecht die wil het spel niet per se maken. Nee. Noordwijk wil het eigenlijk op dit moment ook niet. Dus we zagen daarom de eerste helft een beetje een slaapverwekkende vertoning. Nou ja, een tactisch verhaal. Je probeert inderdaad niet in het mes te lopen van Barendrecht. Omdat daar zijn ze berucht om. En de stand hielp ook niet mee om, en ook het vertrouwen natuurlijk niet om gelijk vol door te gaan. Dus je zit toch in een vertwijfeling. Zolang mogelijk de nul houden en als je een kwartier 1-0 achter staat, dan is dat niet het recept wat je zoekt. Ja, toen kreeg je de famous moment van Kai van Heesen. Hij scoorde, hij kreeg een gele kaart en er werd gewisseld. Ja. Nou, geweldig hè? Alles in één. Zeker voor een verdediger eigenlijk. Dus inderdaad. En uiteindelijk was de omzetting was ook voor het opportune spel wat we gingen spelen ook een hele belangrijke. Ja, want op een gegeven moment ging zelf Brian Brokken mee naar voren. Echt, ja. Emil Wendt stond er al. En dan kreeg je uit de kluts en Maurits Splinter. En het was eigenlijk een soort rolletje, maar Brokken stapte eroverheen en Langstraat kon vissen. Klopt, dat was het verrassingselement voor Brian om nog even eroverheen. Weer een verdediger die uiteindelijk de keeper op het verkeerde been zette. Of nee, die rolde zo in die lange hoek. Noordwijk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Horesca Horecavo, de Heren van Noordwijk en Van der Meer Makelaars.